In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. De heilige Alfonsus begint zijn huidige lezing met ons een vraag te stellen. Een vraag die luidt als volgt. Zou u vandaag in vrede en met een vreugdevolle blik over uw leven kunnen sterven? De heilige Alfonsus stelt ons niet enkel maar de vraag, maar hij geeft ons ook direct het antwoord. Voorzeker niet, want wij zouden allemaal God veel getrouwer en met meer liefde moeten dienen. Wij zouden ook beter moeten strijden tegen de bekoringen. Over dit laatste punt, over de bekoringen, wil onze geestelijke leidsman ons vandaag spreken. De Heilige Schrift zegt namelijk: Mijn zoon, wilt gij u begeven op de weg naar de heiligheid? Bereid u dan voor op bekoringen. De heilige Alfonsus stelt ons twee vragen. Waarom eigenlijk laat God bekoringen toe? En ten tweede, welke middelen staan ons ter beschikking om deze bekoringen te overwinnen? Inderdaad, de Heer laat het toe dat zielen die hem willen dienen, door Satan worden bekoord. En Sint Alfonsus geeft ons meerdere duidelijke redenen aan waarom dat zo is. Ten eerste laat God bekoringen toe, omdat bekoringen ons nederiger maken. De Heilige Schrift zegt: De man die niet bekoord wordt, wat weet die eigenlijk over zichzelf? Wij denken sterk te staan in het geloof. Al een weg in het geestelijke leven te hebben afgelegd. Sommigen zelfs zien zich reeds als kleine heiligen, met een air: welke zondepater doe ik eigenlijk nog? Hoe vaak hoort men dat? Sint Alfonsus wijst erop dat de heilige Petrus voor de bekoring in het huis van de hoge priester Annas over zichzelf dacht dat hij sterk was, dat hij eerder zou sterven dan Christus te verloochenen. Doch, door de moeilijkheden, door de bekoring, leerde de heilige Petrus al snel niet op zichzelf te bouwen. Petrus leerde dat hij zelfs zo zwak was, dat hij door één simpele vraag van een dienstmaagd: zijt gij ook zijn leerling? Reeds afviel van onze heiland. Ook aan de heilige Paulus bijvoorbeeld werd er een kwelling gegeven, een prikkel in het vlees. Zoals hij zelf zegt. Waarom? Opdat hij door verhevenheid van de openbaringen die hij ontving, niet ijdel zou worden. Bekoringen, mijn dierbaren, stellen ons terug met onze beide voeten op de grond. Ten tweede
laat onze Heer bekoringen toe om ons rijk aan verdiensten te maken. Hij die niet werkt, verdient ook niets. Een soldaat die niet vecht, kan geen eremedailles dragen. Vele godsvruchtige zielen worden door bekoringen van gedachten bijvoorbeeld beangstigd. Maar dat is ongegrond. Inderdaad, bekoringen zijn niet aangenaam, maar ook geen zonde, zolang men geen instemming aan deze bekoringen schenkt. Veel meer, telkens als een ziel een bekoring overwint, bereikt zij een nieuwe trap van genade. Overwonnen bekoringen zijn immers telkens nieuwe bewijzen van trouw en liefde tot onze koning. Christus sprak tot de heilige Melchildis: telkens als iemand een bekoring overwint, steek ik een edelsteen op zijn eeuwige kroon, zodat deze ziel stralen in eeuwigheid. Mijn dierbaren, zien wij dus de tijden van bekoring niet enkel als een tijd van droefheid, van test aan, maar zien wij ook de bekoring als een tijd van mogelijkheid tot winst voor het eeuwig leven. Ten derde, laat God de bekoringen toe, omdat zij ons aansporen in het tegenoffensief te gaan. Godsvruchtige zielen die bekoord worden, gaan tegen de inspraken van de duivel in. Ze zullen net het tegendeel doen dan wat de duivel hen voorstelt. In plaats van te zondigen, zullen zij zich toeleggen op de deugden. En de heilige Hieronymus, hij zegt dat de matrozen op een schip, dat vaak in de storm is, alerter en geoefender zijn dan matrozen op een schip op stille wateren. De matrozen op stille wateren, binnen wateren, geven zich vaak aan rust en vertier over. De matrozen die zich in grote gevaren begeven, en die kunnen hun vakmanschap uitoefenen, nieuwe technieken leren gebruiken. Zo zal ook een bekoorde ziel zich meer op gebed, vasten, aalmoezen toeleggen dan een ziel die niet bekoord wordt. Ten vierde, laat God bekoringen toe, opdat wij meer van de wereld zouden onthecht zijn en vuriger naar Gods aanschouwing in de hemel verlangen. Godsvruchtige zielen die dag in dag uit door de duivel aangevallen worden, bekoord worden met wereldse verlokkingen, zullen zich verlangen van de wereld te scheiden. Zij roepen uit: wee mij, banneling, wanneer mag ik naar het hemelse vaderland? Zij verzuchten naar het uur waar zij volgens de Heilige Schrift kunnen zeggen: de strik is gebroken, de banden zijn gelost, wij zijn vrij. Men zal net zo blij zijn van de wereld te scheiden als wij graag weggaan van lastige personen. Zien we dus, mijn dierbaren, ons eerste punt: God laat bekoringen toe omdat zij voor onze ziel positieve elementen met zich mee kunnen brengen. En reageren wij goed op de bekoringen. En zo komen wij tot onze tweede vraag: wat zijn de middelen om aan de bekoringen te weerstaan, ze te overwinnen
Het eerste middel is het nederig gebed tot God. Het nederig gebed. Zonder zich nederig aan de voeten van God neer te werpen, kunt gij geen bekoringen blijvend overwinnen. De heilige Augustinus zegt: vraagt gij aan mij wat allereerst noodzakelijk is in de leerschool van Jezus Christus? Vraagt gij mij dat? Wel, dat is de nederigheid. En vraagt gij mij naar het tweede wat belangrijk is op de weg naar de heiligheid? Dat is de nederigheid. En wat is het derde? De nederigheid. Wij moeten ter overwinning van onze hoogmoedige bekoringen tegen God nederig worden. Nederig ons in gebed voor Gods troon neerwerpen. De wijze koning Salomon, hij schrijft: ik weet dat ik de deugd niet kan beoefenen als God ze mij niet schenkt. Daarom knielde ik neer voor des Heeren aanschijn. En de Heer zond mij het gebed met verhoring. En dierbaren, daarom prijzen de heiligen ook de schietgebeden. Men kan bijvoorbeeld in een bekoring van toorn of wraak bidden: Heer, maak mijn hart gelijkvormig aan uw hart, zacht en nederig. Vergeten wij niet dat God de gever is van alle goed. Dat betekent ook de overwinning over de bekoringen. Het komt van God, vragen wij God. Het tweede middel, de bekoring te overwinnen, is zichzelf te overtuigen dat het de kracht van Jezus kruis is, die ons in de bekoring zal doen overwinnen. De heilige Sara, zij leefde vele jaren in de woestijn. En uiteindelijk kwam het zo ver dat de duivel de bekoringen tegenover haar opgaf. De duivel sprak: gij hebt overwonnen, Sara, gij hebt overwonnen. Maar de heilige Sara antwoordde: nee, gij helse geest, niet ik, maar Jezus aan het kruis heeft u overwonnen. Hij op het kruis is de beschermer van hen die in bekoringen op hem hopen. De gekruisigde is mijn bevrijder. Op de gekruisigde heb ik gehoopt en ik ben niet beschaamd geworden. Ook de heilige Theresia van Avila, ze zegt: de duivels verlaten ons als wij vluchten naar het kruis. Daarom, mijn dierbaren, laat ons met Paulus spreken: uit mijzelf kan ik niets. Met Jezus de gekruisigde kan ik alles. Bouwen wij op het kruis. En wat betekent dat, bouwen op het kruis? Dat is geloven in de kracht en de genade die uit het kruis komt en ons toekomt door de sacramenten, de 7 sacramenten en de sacramentaliën van de Heilige Kerk. Vertrouwen wij op het kruis, dat is de genade en niet op onszelf. Het derde middel naast het gebed, het nederige gebed, de sacramenten en de sacramentaliën, is het derde middel tot overwinning van de bekoringen een openhartig gesprek met de biechtvader. Openhartigheid tegenover de biechtvader.
Het is net zoals met dieven, rovers. Zodra die dieven ontdekt zijn, nemen zij de vlucht. De heilige Philippus Neri sprak: een geopenbaarde bekoring is reeds half overwonnen. Dat is normaal. Zolang een ziel zwijgt over een bekoring, is de strijd die gevochten wordt tussen haar en de duivel. Indien echter deze ziel de bekoring aan de biechtvader mededeelt, is het een strijd geworden, niet meer tussen de kleine ziel en de duivel, maar tussen Christus en de kerk en de Satan. De strijd is in een sacramenteel niveau verheven. De zwakke arme ziel zal de sterke arm van God om haar voelen. Wezen wij openhartig tegenover onze biechtvader. Ten vierde is het middel om de bekoringen te overwinnen, of sneller te overwinnen, het vluchten van de gelegenheden tot zonde. De heilige Basilius zegt: God helpt de persoon die zich zonder het te willen in het strijdperk ziet. Maar hij, de persoon die zich uit eigen beweging en dwaasheid in de strijd gooit, hij verdient geen medelijden en die wordt door God verlaten. Wie het gevaar bemint, zal in het gevaar vergaan. Het baat niet op God te hopen als men zich vrijwillig aan de zondige gelegenheid blootstelt. Dat is niet heilig. Dat is vermetelheid. Zelfs een strafwaardig vertrouwen. God beproeven. Het vijfde middel, of de vijfde raadgeving van de heilige Alfonsus in de bekoringstijden, is op te passen niet in een grote moedeloosheid te vervallen. De duivel probeert goedwillige katholieken, nadat zij bijvoorbeeld toch in zonde zijn gevallen, tot een bepaald ongeduld te brengen met zichzelf, een ontevredenheid. Veel meer moet men, indien men toch gezondigd heeft, het feit nederig herkennen en zich dan in de biechtstoel vernederen voor God. Men wekken een oefening van berouw, een oefening van liefde en sacramenteel gebiecht hernieuwt men ook het besluit zich opnieuw te beteren en moedig verder te gaan op het pad naar de heiliging. Het pad van de volmaaktheid. Vervallen wij dus niet zomaar na een zonde of een nieuwe zonde in moedeloosheid. Moedeloosheid verlamt onze ziel. Zulk een ziel meent dat het bidden of alle deugdelijke werken die men zou kunnen verrichten eigenlijk voor niets zijn. De heilige Alfonsus, hij maant ons na een zondeval te zeggen: Heer, meester, gij ziet waartoe ik in staat ben. Als gij uw hand van mij zou aftrekken, zou ik nog dieper vallen. Heer, ik betreur mijn daad en ik ga verder om u terug te dienen. Ja, ik blijf niet liggen, ik ben niet moedeloos. Ik blijf niet werkeloos. De heilige Paulus zegt: voor hen die God beminnen, dient alles ten goede. Zelfs een zondeval, opdat hij ons waarlijk kan doen bekeren en opnieuw verder gaan met het goede te doen, meer als tevoren, want men heeft meer reden ertoe. Bijvoorbeeld tot boetewerken. Aldus, mijn dierbaren, tenslotte, en laten wij ons niet ontmoedigen in de strijd tegen de bekoringen. Het zijn gelegenheden onze liefde, onze trouw tegenover God te bewijzen.
verdiensten en schatten te verzamelen voor de hemel. Zijn we dus moedig, vooral in het begin van de bekoring, als de bekoring nog een welpje is en geen brullende leeuw. En overwegen wij het vandaag gezegde en vragen we onze lieve vrouw, onze goede hemelse moeder, om de genade van de volharding en kracht in de uren waar gevaar dreigt voor ons eeuwig zielenheil. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.